Drie jaar lang trok de bende van Nijvel een meedogenloos bloedspoor langs grootwarenhuizen in Waals-Brabant en Vlaanderen. De bende krijgt haar naam van de overval op de Colruyt in Nijvel in september 83. Twee voorbijgangers en een rijkswachter worden gedood. Blijkbaar niet voor het grote geld. De overvallers vertrekken enkel met koffie, drank en pralines. De bende van Nijvel heeft in totaal 28 mensen omgebracht. De laatste overval is op een Delhaize filiaal in Aalst in november 85. Daar vallen 8 doden, 2 zwaargewonden en 6 slechtgewonden voor een buit van amper 200.000 frank. De daders zijn tot op heden niet gekend. Het dossier telt meer dan 300.000 bladzijden en in de gerechtelijke onderzoeken naar de bende is zowat alles fout gelopen. Het onderzoek zit eerst in Dendermonde bij onderzoeksrechter Freddy Troch. In 90 wordt het dossier overgeheveld naar Charleroi. Volgens sommigen een bewust vertragingsmanoeuvre. Een eerste parlementaire onderzoekscommissie moet eind jaren 80 uitzoeken hoe de strijd tegen banditisme en terrorisme wordt gevoerd. Commissieleden verklaren achteraf dat ze niet alles mochten onderzoeken.